We maken een tour door de omgeving om te zien welke impact corona heeft op mensen, op ondernemers, op stichtingen en verenigingen. Vandaag ben ik op bezoek bij Hans. Hans is een kermisexploitant en ik ben heel erg benieuwd welke invloed corona op hem, zijn bedrijf en zijn gezin heeft. Nou Hans, hier staan we voor. Ja, prachtig, ziet eruit. Netjes gepoetst eigenlijk ook. Mooi apparaat. Die gaat helaas niet naar buiten nu. Nee. Hoe lang gaat dat duren? Ja, tot nu toe 1 september. Maar we weten het eigenlijk niet. We komen natuurlijk al uit een periode van 4 tot 5 maanden geen omzet. Ja. Maar dat ben je gewend. Dat ben je helemaal op. Dat is je bedrijf op gebaseerd. Zeg maar. Je weet precies wanneer je facturen moeten komen. Ja. Je weet hoeveel geld je in die winter nodig hebt. Als we in september, zeg maar, als het niet klopt, dan weet je, oh god, we moeten iets gaan organiseren in die winter of weet wel wat. Dat doe je je hele leven al. Ja. Maar met de verwachting dat je dan in maart natuurlijk weer gaat vertrekken. Ja, maar wat zijn dan kosten die jij als kermisexploitant? De kosten zijn hele dure verzekeringen. Dat komt omdat wij continu onze zaak moeten verhuizen, zeg maar. Dus je transport, verblijf, verzekering, zeg maar, je verblijf op een bepaalde kermis. Ja. Dat is gevoelig voor ongevallen. Ja. Dus je verzekering is ontzettend duur. Voor elk transport hebben wij eigenlijk een auto wel lopen. Ja, ja. Want je moet heel snel van A naar B. Dus je hebt heel veel transportmateriaal, daar heb je heel veel onderhoud aan gehad. Dan heb je dus een plek nodig waar je dus kan wonen. Ja. Waar je je spullen in de winter kan plaatsen. En je hebt dus in de zomer ook nog een keer een woning nodig. Dus kostenintensief is het heel erg. Dan praat je al rond de €300.000. Ja. Om alleen die twee wagens te hebben. Ja. Als mijn zoon die kermis op gaat, zeg maar, dan moet hij starten. Ja. Dan staan wij daar vaak als ouders natuurlijk garant voor. Hè? Wij zorgen dat die start komt. Dus die druk heb ik ook met ouders zeggen, ik heb wel een beetje vet op mijn ribben, maar daar ben je eigenlijk je kinderen alweer mee aan voltrekken. Ja. Ja. Ik was een jongetje van 13 en ging met mijn oma en opa mee. Ik vond het prachtig natuurlijk, dat bedrijf. Ja. Ja. En zo ben ik er ook ingerold. Ik was ook heel vroeg zelfstandig ondernemer. Kijk. Ik was 16 jaar toen. En wat had je toen? Wat deed je toen? Ik ben een touwtje trek begonnen. Ja? Goh. Mijn oma had een wagentje in de lood staan. Ik zeg tegen mijn oma, daar kan ik ook wel wat mee verdienen. Dus ik was van school afgekomen. Ja. En zo ben ik de kermis opgegaan. Wat doet een kermispastoor? Nou, ze noemen me eigenlijk aalmoezenier. Ja, die is diaconaal bezig, pastoraal bezig. En waar sociale problemen zijn, daar probeer ik ook een verbinding te leggen met allerlei organisaties. Dus ik lijn zeer veel door. We staan gewoon tussen mensen, we hebben contact met ze, kent ze bijna allemaal. En we willen ze eigenlijk ook vanuit die basis ook helpen in vreugde en verdriet. En vooral ook in de sleur van alle dag. Wat merkt u nou in het gezinsleven op kermissen nu de druk zo hoog wordt? Nou, men voelt de zorg. He, dat is natuurlijk voor de gezondheid. He, men probeert overal toch initiatieven te ondernemen om 1,5 meter uit elkaar te blijven. Al voordat Rutte zeg maar die uitspraak deed, iedereen moet met een plan komen, waren wij al bezig met een plan en hadden we al de gedachte om een proefkermis op te zetten. Die proefkermis is er ook gekomen. Die hebben Apeldoorn hebben we die opgezet. Ah, ja. Daar hebben we dus alle attracties opgebouwd. Ja. En dan zijn we dus een methodiek gaan zoeken om die attracties open te doen. En ja, tijdens die proefkermis werden wij gelijk al na 1 september geplaatst. Ja. Dus dat was best een domper. Dat viel keihard. Iedereen was uit het veld geslagen. Want wij dachten echt, we kunnen wel wat gaan doen. Gezinnen blijven gelukkig goed aan elkaar gekoppeld. Maar de zorgen zijn groot. En wat ik daar dan merk, hè, dat mensen mij bellen. En dan luister ik. Ik kan geen oplossing bieden. Ik kan alleen zeggen, nou, ik kan alleen zo Hans in het hele gebeuren kan ik ondersteunen. Ik kan een bruggetje slaan. Naar jou toe, ik kan een brugje slaan naar Hubert Bruls. Ik kan proberen om ook onze aalmoezeniers in Europa actief te laten zijn om heel dicht bij mensen te zijn. Ik snap dat hele grote evenementen, dat natuurlijk een pijnpunt is, maar een kermis of een dorpskermisje of een kleinere gemeenschap qua kermis is, Daar moet natuurlijk gewoon kermis kunnen zijn. Want als we in de IKEA 700 mensen toelaten, waarom zouden we dan geen kermis kunnen hebben? Ja. Dat denken wij wel. Als je de 1,5 meter zou kunnen, ik vind het op zich wel een terechte vraag om ook te stellen in Den Haag. Waarom dat dan niet zou kunnen. Dat willen we ook zeker gaan doen. Ja. Nou, zal ik dat ook doen. Ik ga nou weer vertrekken bij Hans en bij pastoor Bernhard. En wat is blijven hangen is dat de vaste lasten die kermisexploitanten hebben, die zien we allemaal niet. Enorme verzekeringen van tienduizenden euro's voor hun apparatuur. En zoveel van deze grotere bedrijven zijn er niet. Dus als er eentje omvalt, zijn heel veel kermissen in de toekomst zitten met een probleem in Nederland. En laat staan het verdriet wat de gezinnen hebben. Ik vind dat pastoor Bernhard daarin ook heel mooi werk doet. Dus zeker iets om mee te nemen naar Den Haag.
gaan we dus ook doen.